Beste kostuum, dat is wel misschien, bijzonder, hè? Ja, misschien ironisch, maar Tim heeft altijd het project, toen we het samen aan het pitchen waren om de financiering op te halen en zo, heeft hij het altijd gepitcht als een beetje als grap, maar toch serieus menend, van eigenlijk moet die naaktheid zien als een kostuumdrama. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen in welke mate dat mensen gestemd hebben op Patrick, omdat het grappig was dat de kostuums naakt waren. Maar ik moet wel zeggen, natuurlijk als je een naaktfilm moet aankleden, dan valt elk kledingstuk super op. En de costumière van Ridley Roy heeft daar dan ook echt wel heel veel aandacht aan besteed en heel veel met Tim gediscussieerd. Zo van, gaan we die pulken aandoen? En Pierre Bokma draait zo een roze pulken rond zijn nek. Dat typeert dan onmiddellijk het personage. Hoe waren de kostuums van de crew? Was er solidariteit? Ja, Tim wou eerst van, ja, ik wil die film, ik wil dat heel de crew naakt is. Om de acteurs dan ook op hun gemak te zetten van, oké, iedereen is naakt en we doen alsof we weer een naaktcamping zijn en er is niks aan. Maar daar zijn we toch van teruggekomen. Zijn er mensen waar jij graag mee naar de camping zou willen trekken? Dat is een vraag waar ik toch even over moet nadenken, hoor. Maar eerlijk gezegd, met de cast van de Patrick wil ik dat avontuur wel aangaan. Zou er een tweede kunnen komen? Een tweede film? De sequel? Alles is mogelijk, ja. Klinkt alsof dat het al in de maak is. Ja, Patrick. Nee, absoluut niet. Wat is er wel in de maak? Dit jaar bereiden we het smelt voor. Een schut van het smelt van Veerle Buitens. De financiering is daarvan rond vandaag. En we beginnen eind juni te draaien. Daarnaast draaien we in september, oktober ook The Chapel. Een film van Dominique de Rudderen. Dat is het verhaal van een jonge pianist die door haar ouders gepusht wordt, of door haar moeder tenminste gepusht wordt, om toppianiste te worden. En het verhaal speelt zich af binnen de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.